Vanmiddag in de wekelijkse persconferentie was dit ongeveer het beeld. Vaccineren helpt. Het gaat voor de vierde week op rij de goede kant op, ook in onze regio. We gaan sneller en meer vaccineren. Dus nog even doorbijten, zodat in april misschien de deur naar normaal weer eindje verder open kan. We hebben ook nog even gevraagd naar signalen over nare bijwerkingen in Twente en de gedeeltelijke vaccinatiestop die ook Denemarken vanmiddag heeft aangekondigd. Toch wel opmerkelijk. Ernst Bergboer, die hoorde het weer aan vanuit de veiligheidsregio en GGD. Op veilige afstand. Kijk, goedemiddag Ernst. Hi Niels. Tell us about it. Wat zijn de highlights vanuit dat persgesprek? Nou, dat is een beetje wat je in je inleiding al aangaf. Oh, daar zijn we al klaar eigenlijk. Ja, hartstikke goed joh. Ja, dus het scheelt weer. Hè? Ja, heb je weer een paar minuten. Dankjewel. Over. Ja, alsjeblieft. Er zijn op dit moment drie vaccinatielocaties. Tenminste, eigenlijk twee operationeel, drie bijna. Enschede komt eraan en er komen er nog drie bij. En dan moeten er uiteindelijk, precies het cijfer, volgens mij 55.000... mensen per week kunnen worden gevaccineerd in Twente. Dat is een fors aantal. Dus vanaf? Ja, vanaf half april, begin mei. Ja. Dat is ongeveer dan de prognose. 55.000 is veel. Er wonen 650.000 mensen in Twente. Dus als je dat die rekensom maakt, dan ben je binnen 10 weken klaar. Ja, dan dat is ook de bedoeling om dat zo gauw mogelijk te doen. Zodat dan de deur weer open kan. Maar ja, goed, het beleid lijkt effect te hebben. Ze zien ook, dat was bijvoorbeeld in verzorgingshuizen. Dat soort plekken waar nu al veel mensen gevaccineerd zijn, ook personeel. Daar waren voorheen nog wel eens clusters van besmettingen. Mm-hmm. Dat is nu niet meer aan de orde. Met andere woorden, dat vaccineren, dat helpt. Ja. Maar dat is het algemene beeld. Ja. Toch heb je soms ook kleine druppels van plekken waar het misschien minder goed gaat. Zelfs zodanig dat ze in Denemarken blijkbaar hebben gezegd dat AstraZeneca-vaccin, daar willen we toch wel eventjes wat meer van weten. Voor ik heb er een paar vragen over gesteld. Daar hadden wij het vanochtend in de redactievergadering over. Hè, dat met name de afgelopen week, dat ik steeds meer signalen krijg vanuit het zorgveld, zeg maar. Dat zijn dan mensen die in de zorg werken. Of soms ook mensen die er gewoon op een afdeling liggen. Echt een aantal signalen uit verschillende bronnen gekregen van mensen die zeggen van ja, ik ben op één dag, nou gisteravond hoorde ik nog een verhaal van een meneer uit Frieseveen. Die was op woensdag geloof ik gevaccineerd. Op donderdag kreeg hij een TIA. Ligt nu in een revalidatiecentrum. Dat soort verhalen horen we toch ook steeds meer. Mensen die heel erg ziek worden, overlijdens. En dus we hadden vanochtend even over van hoe zit dat nou precies in elkaar. Het probleem is dat je in de officiële berichtgeving, vanochtend was er nog een artikel op de NOS, waarin wel iets, het ging wel over bijwerkingen, maar dat hele signaal van TIA's kwam daar niet in voor. Terwijl ik dat toch prominent, ik hoor dat vrij veel de afgelopen week. Dus ik vond het opmerkelijk, denk ik, ga ze uitzoeken. Mm-hmm. Dus het is lastig om dat soort informatie te objectiveren. En wat je niet wil is. Je bedoelt, het is lastig om echt hard te maken dat het ene dat het gevolg is van het vaccin. Deze meneer uit Frieseveen zei van ja, ik kan dat niet bewijzen, ik kan het niet hard maken. Ik ben ook geen medicus. Mm-hmm. Maar ik ben op woensdag gevaccineerd, dinsdag of donderdag kreeg ik een TIA. En dat zijn veel meer verhalen die je hoort in de regio, maar ook gewoon landelijk, als je daar een beetje naar gaat snuffelen. Maar objectiveer dat maar eens. Maar wat zegt, heb je die vraag voorgelegd? Ja, goed. En dan natuurlijk krijg je dan de officiële lezing van het RIVM. Vanmiddag, ik denk een uur geleden, anderhalf uur geleden, was een NOS-artikel waarin het RIVM aangeeft dat er één geval van trombose in Nederland is als bijwerking, zeg maar. Heeft dat raakvlak met een TIA? Ja, trombose is ook een hersen, een bloedpropje, ja. Bloedstolsels. En een TIA is ook een gevolg van een bloedpropje. Mm-hmm. Kan een gevolg van een bloedpropje zijn. En dat zijn signalen die je meer hoort. Bloedstollingen, plotseling optredend, zal ik maar zeggen. Ik heb ook wat huisartsen, nu twee huisartsen daarover gebeld. Die zeggen, ja, wij horen het, maar in mijn praktijk heb ik het nog niet, ben ik het nog niet tegen. Zij kennen het verhaal wel. Ja, maar ook net als burger, zeg maar niet als arts. Ja. Maar dat komt ook omdat zij zelf niet vaccineren nog. Dat gebeurt bij de GGD. Mm-hmm. Dus ik heb die vraag gesteld. En ook het signaal wat ik ook hoor is dat zorgmedewerkers soms zich of onder druk gezet voelen om zich te laten vaccineren. Onder druk gezet om toch maar niet bijwerkingen te melden, zal ik maar even zeggen. Het is natuurlijk allemaal heel vaag en lastig. En Samantha Dinsbach van de GGD, die zei wel, ik vind echt dat die vrijheid van mensen om zelf te kiezen, dat is een heel hoogstaand goed. Ze zegt, ik ga er echt vanuit dat die medici, in het medische circuit zijn ze heel erg alert op bijwerkingen. Dus
Ik ga er gewoon echt vanuit dat op het moment dat er iets mis is, dat mensen dat melden. Ja, en is die druk die zij voelen om het of niet te melden of om zelf gevaccineerd te worden, is die ook expliciet of voelen ze die alleen? Ja, het is, ik denk meer impliciet dan expliciet, maar er wordt wel eens aan de koffietafel over gesproken. Maar eigenlijk een beetje, ja, laat het maar niet over hebben. Een beetje dat beeld. En ik merk dat ook wel als ik dit soort vragen stel, dat het een beetje ongemakkelijk is. En het vervelende hier is dat het een bijna gepolariseerde discussie is. Je kunt er bijna niet over hebben, want je bent of een simpele spreekbuis van de overheid en fake news, of je bent een wappie en je bent een complottheorist. Er zit bijna niks meer tussen. En op het moment dat wij het er hierover hebben, kunnen we ook de suggestie wekken dat er inderdaad een verband is tussen een en ander, terwijl het nog niet bewezen is. En dat maakt het lastige. Ja. Ondertussen is dus wel in Denemarken is de boel stopgezet. Dat is ook een heel groot signaal. Dat klopt. En ik weet dat er grote, ernstige problemen en signalen zijn in Israël en in Groot-Brittannië. Er zijn meer plekken in de wereld waarin er waarin er een hele discussie voedt, zeg maar, over het vaccineren en de effecten daarvan. Maar slotsom voor de GGD, wat betekent dit nou dan? Ja, op dit moment natuurlijk niks. Want zij gaan, en dat snap ik ook wel, zij gaan af op gewoon cijfers, op feiten. En de feiten op dit moment, die wijzen er niet op dat er een aanleiding is in Nederland om te gaan stoppen met een bepaald vaccin, bijvoorbeeld. Ja. Want er is één trombosegeval gemeld bij het LAREP. Nou, dat is er maar eentje. Dat is niet genoeg. Maar er komen dus ook gevallen op jouw bordje terecht. Ja, en die zijn dus niet bekend bij LAREP, het onafhankelijke bijwerkingenbureau, zeg maar. Dat blijkt. Ja. Oké, nou, bijzonder. Ja, ik misschien nog heel kort dan even van. Het gaat weer de goede kant op. Ja. Toch zijn die maatregelen nog relatief streng. Hebben ze daar nog iets over gezegd? Feitelijk dat de maatregelen sorteren effect. Het vaccineren sorteert effect. De testcapaciteit wordt ook uitgebreid. Dat is trouwens nog wel een leuk nieuwtje. Is dat hier in Twente werd altijd meer tijd ingeruimd. Er waren kinderteststraten. Die hebben ze nu niet meer. Je kunt nu overal met je kind terecht om te testen. Maar op het moment dat je een kind laat testen, trekt ze daar meer tijd voor uit. En krijgt zo'n kind ook, ik geloof kleine kinderen krijgen even een knuffeltje. Okay. Of dat bedoel ik letterlijk een plusje knuffel. Zou maar de kinderteststraten zelf? Nee, wat ik begreep is dat die op de zoals in de oude vorm. Zijn die, stoppen ze daar nu mee met ingang van morgen? Okay. En met ingang van morgen kan je gewoon op alle GGD-locaties je kind laten testen en dan nemen ze gewoon extra tijd. Ja. Dus dat is denk ik makkelijk, fijn voor mensen om dat te kunnen. Dus dat was en wat was jouw vraag? Ja, niks. Of ze nou de. Je hoort mensen die zeggen, het gaat nog steeds beter. Maar die vaccinaties zijn aan de gang. Kunnen we dan niet wat meer? Of is het wat we nu krijgen, is that's it? Nou ja, wat je landelijk hoort, maar dat horen we dan ook hier in Twente, is dat het feit dat we die maatregelen nog even nu hebben zoals ze hebben, dat helpt om die dalende tendens die echt overal nu voelbaar en zichtbaar wordt. Ook in Twente is die al 4 weken op rij al. Dat die tendensen dalend zijn. Dat moeten we even vasthouden en dan ontstaat er in de loop van april, bijna kan het bijna niet anders, dat er ruimte ontstaat voor weer meer versoepelingen. Dus gewoon stap voor stap liggen. Daar gaan ze gewoon wel vanuit. Ja, daar gaan ze wel vanuit. Mooie hoopvolle boodschap om mee af te sluiten. Dankjewel, Ernst. Ja, alsjeblieft.